De boekenbottelarij is een vrij kleine, bescheiden bijeenkomst van auteurs die hun werken tentoonstellen, als het ware, en waar mensen dan ook naartoe kunnen komen. Het is een beetje een mini-versie van een boekenbeurs. maar dan van auteurs die iets te maken hebben met het Limburgse. En ja, ik heb ook in Limburg gewoond, dus mag ik daar ook naartoe. Samen met Morgan Blade van het Schrijverscollectief. Begin. Morgan Blade en het Schrijverscollectief. Dus nu gaan we inpakken en dan gaan we naar daar gaan. Het is maar één dagje, dus er is niet heel veel stress nodig. Stress. En we zijn al bijna klaar met inpakken. Dus hop hop. Natuurlijk is niet alles wat in mijn wagen zit voor het evenement. Jullie hebben misschien ook een helm gezien. Hey, laarzen en een valvest. Ja, die heb ik nu momenteel niet nodig. Maar dat is mijn zoontje zijn paard, hij grief. Maar ja, kijk, hier zit mijn paneel bijvoorbeeld. Gepakt en gezakt. We zijn volledig ingeladen en nu gaan we richting Morgan Blade. En dan rijden we samen met haar naar de boekenbottelarij. De 50 auteurs die we vandaag ontmoeten en ontdekken, zijn elk bedreven in iets wat ze graag doen. Schrijven, tekenen of een combinatie hiervan. Hun werken laten anderen ontspannen en even hun gedachten verzetten. Want, beste aanwezigen, in deze tijden waarin iedereen het druk heeft, is ontspanning en af en toe pauzeren van levensbelang.
de boekenbottelarij zit erop. Het was een heel fijn event. Het was kleinschalig, maar niettemin heb ik goed verkocht. En ik heb een illustratie van niemand minder dan Bart Proost, van een terzieler. Want ja, kijk, als het ook maar enigszins op een paard lijkt, ja, dan ben ik verkocht. Dus ik ga nu richting huis. Ik ga de auto uitladen en dan ga ik lekker zijn in de zetel zitten. De volgende vlog zal Fact zijn en dat is samen met Zilver Spoor. Dus ik zie jullie graag dan terug. Tot de volgende!